De versoepeling van de lockdownmaatregelen heeft niet ertoe geleid dat er dagelijks minder lockdownovertreders zijn. Dit zegt Kenneth Amoxie, minister van Justitie en Politie. Wij spraken hem gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers. De politie kon eerder burgers die COVID-maatregelen overtraden geen boetes geven, zoals de wet dat voorschrijft. Maar nu is dat wel het geval. Alle haakjes en oogjes zijn al weggewerkt en de politie kan zijn werk nu beter doen, zegt de bewindsman. Dus de wetgeving is helemaal in place en de politie is daar bezig met de handhaving. Zowel voor, ze kunnen nog steeds waarschuwend optreden, vermanend optreden. Het hangt van het geval af. Weet je, de politie is ook mens. Ze gaan luisteren naar de omstandigheden die de mensen voorbrengen. En aan de hand daarvan treffen ze maatregelen. Kunnen ze een besluit nemen. Heeft u een toevallige indicatie hoeveel boetes er zijn uitgeschreven ter zake de lockdown? Hou me dat even ten goede. Maar ik weet wel dat er meer dan 900 mensen zijn opgebracht ter zake overtreding COVID-maatregelen. Amoxie benadrukt dat naast de COVID-19 overtredingen de normale verkeersovertredingen ook behandeld worden. De politie let niet alleen op de overtredingen rondom de COVID-maatregelen, maar treedt ook op bij verkeersovertredingen, geeft de bewindsman aan. Dat is gewoon ongoing. Ik bedoel van de verkeersveiligheid is heel belangrijk. En we kunnen niet verslappen. En dat doet de politie ook niet. Dus die andere instellen van bekeuringen ter zake wat u hebt opgenoemd daarnet, die dingen vinden normaal plaats. Was u toevallig op de hoogte dat afgelopen maandag dat de bewoners van Mungo de weg hadden gebarricadeerd en dat de politie toevallig een beetje bang was om de gemoederen tot gerust te brengen? Nou, niet dat ik zou niet zeggen, ik ben wel op de hoogte daarvan, maar ik zou niet zeggen dat de politie bang was. Maar het hangt van de situatie af. Ik bedoel van de politie is een professionele organisatie en aan de hand van de inschattingen die ze maken, bepalen ze strategisch hoe ze gaan optreden. En heeft u toevallig al een rapportage gekregen omtrent wat er zich heeft afgespeeld op Mungo? Jawel, maar alleen uit bepaalde overwegingen hou je dat nog even voor jezelf om te bepalen welke strategie er wordt toegepast. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Wij spraken hem gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers op het kabinet van de vicepresident. Hij benadrukt dat de politie nu bevoegd is personen te beboeten als zij de COVID-19-maatregelen overtreden.